De FIA deelt na de kwalificatie in Azerbeidzjan nog een flink aantal straffen uit. En Red Bull-adviseur Helmut Marko laat weten dat we na de race in Singapore te weten komen wat het team met Liam Lawson gaat doen. Tof dat je kijkt naar een gloednieuwe GP Fans Race Day. Na afloop van de kwalificatie moest de Internationale Autosportfederatie zich nog buigen over een aantal overtredingen. Zo stond George Russell onder een vergrootglas omdat hij in Q1 geen gas had teruggenomen onder de gele vlaggen. De wedstrijdleiding ziet dat echter door de vingers en dus vangt hij vanmiddag de race in Baku aan als vijfde. Teamgenoot Lewis Hamilton had de zevende plek in handen, maar zojuist is bekend geworden dat hij de race in Baku vanuit de pitstraat gaat starten. Mercedes kiest namelijk voor een nieuwe motor en dus zal de Brit een inhaalrace moeten gaan inzetten. Voor Pierre Gasly verliep het heel anders. De Alpine van de Fransman verbruikte volgens de FIA te veel brandstof, meer dan 100 kg per uur. Gasly werd daarom gedisqualificeerd en zal vanmiddag achteraan moeten gaan starten. Ook Alexander Albon moest zich melden bij de FIA. Zo reed hij in Q3 naar buiten, maar zat de ventilator nog in zijn airbox. De wedstrijdleiding zag dit als een unsafe release, maar omdat er geen gele of rode vlaggen zijn veroorzaakt, is de FIA mild. Zo krijgt het team namelijk een boete van €5.000. En wie vanaf volgend seizoen het tweede stoeltje bij de Racing Bulls gaat invullen, dat is nog niet bekend. Helmut Marko laat bij Viaplay weten dat we na de Grand Prix van Singapore meer te weten krijgen over de plannen van het team. Liam Lawson zit namelijk nog altijd te springen om een kans te krijgen en de adviseur van het team benadrukt dat er inmiddels een idee is bij Red Bull. Op de vraag of Lawson nu echt zijn kans gaat krijgen, glimlacht Marko en vertelt hij: wacht tot na Singapore. Mercedes schoot in 2014 uit de startblokken en had met de introductie van de V6-motoren een bom van een power unit gebouwd. Daardoor kon de concurrentie het team maar moeilijk bijbenen en domineerde Mercedes. Zo'n soort scenario wilde FIA echter voorkomen voor 2026, wanneer het nieuwe motorreglement ingaat. Om te voorkomen dat de motorleverancier weer een enorme voorsprong krijgt, gaat de FIA maatregelen van het World Endurance Championship overnemen. De Formule 1 zal niet de Balance of Performance introduceren, een methode waarbij de hypercars gelijk worden gemaakt door middel van ballast- en motorrestricties. Wel gaat de koningklasse gebruik maken van torque-sensors, zo vertelt FIA-directeur Nicolas Tombazes tegenover Formula Critica. Deze worden gemonteerd op de aandrijfas en kunnen meten hoeveel vermogen en elektrische energie van een auto wordt gebruikt. Als uit de data van de torque-sensor blijkt dat de bepaalde power unit meer dan 3% minder vermogen produceert dan de krachtbron met het meeste vermogen, dan krijgt de motorleverancier van de zwakste power unit gegarandeerd mogelijkheden om verdere ontwikkelingen te doen. Zo staat nu omschreven in de reglementen voor 2026. En Sergio Perez heeft voor het eerst dit seizoen Max Verstappen verslagen tijdens de kwalificatie. De Mexicaan begint vanmiddag de race vanaf P4 en is bij Viaplay vooral tevreden dat Red Bull Racing langzaam maar zeker de RB20 op de rit begint te krijgen. De afgelopen maanden worstelde het team met de wagen, maar in Baku vielen de problemen alleszins mee. Ik denk dat het team geweldig werk heeft geleverd met de upgrades om de problemen die we hadden op te lossen. We hebben gewoon meer nodig in dezelfde richting. Het team gaat tot het uiterste. We hebben de laatste paar races een moeilijke periode gehad, maar ik denk dat we zeker vooruitgang boeken. Dit is waarschijnlijk de grootste vooruitgang die we met de auto hebben geboekt sinds het begin van het jaar. Hopelijk vertaalt zich dat morgen ook naar de racepace. We moeten gewoon doorgaan op de ingeslagen weg, aldus Sergio Perez bij Viaplay. Wat denk jij dat Perez kan doen vanaf die vierde plek? Laat het vooral even weten in de comments hieronder. Dat was de nieuwsvideo van de zondagochtend. Vergeet ons niet te volgen om op de hoogte te blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. En dan zeg ik vanaf hier, tot de volgende!